Voilà. We hebben dus twee oproepen gelanceerd. Eén één voor de aanwerving van trajectbegeleiders of een partner die trajectbegeleiders gaat inzetten. En één in verband met een werkgeverbenadering. Dit is de infosessie over de trajectbegeleiders of voor trajectbegeleiders. In de namiddag is er ook nog één over de werkgeversbenadering. Wat gaan we hier doen of wat gaan we, over wat gaan we vertellen tijdens dit uurtje? Um, we gaan even de context nog schetsen van deze oproep. Dan gaan we kijken van wat is het doel van de oproep. Het project opzet, hoe moet een project eruit zien? En het projectvoorstel. voorstel. Wat verwachten we van een voorstel dat jullie eventueel willen indienen? En ik wil ook even vertellen of even laten weten hoe dat we die verschillende projectvoorstellen gaan beoordelen. We gaan kort kijken van welke verantwoording verwachten wij van de partner die het project gegund krijgt. Wat verwachten we dat die gaat um, verantwoorden aan de stad toe. We gaan ook aan de timing, de timing van wanneer dat de projectoproep moet binnen zijn. Hoe dat de uh, verschillende stappen eruit zien voor de gunning en wanneer dat we uiteindelijk kunnen starten. En uiteraard op het einde is er nog heel veel ruimte voor uh, vragen. Oké, okay. Deze projectoproep die kadert binnen de samenwerking tussen de stad Antwerpen en VDAB. En die is gericht op de aanpak, de gemeenschappelijke aanpak van jeugdwerkloosheid in de stad, in de stad Antwerpen. De laatste cijfers die we daarvan hebben zijn van 2022. Toen 26,5% van de jongeren of toen was er 26,5% jeugdwerkloosheid in Antwerpen. We zien dat dat vooral kortgeschoolde en onkwalificeerde jongeren zijn die het moeilijk hebben om een job te vinden of die het vaak moeilijker hebben om een job te vinden. Er zijn dan drie doelstellingen geformuleerd binnen de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Die staan opgezond. Er is het voorkomen dat jongeren in een neetsituatie terechtkomen. Deze jongeren deze neetjongeren bereiken, in beeld krijgen en ook houden. En ten derde kwetsbare jongeren begeleiding bieden op maat bij hun traject naar werk. En deze projectgroep wordt gelanceerd om deze doelstellingen te bereiken. Omdat de stad wil inzetten onder andere op de intensieve ondersteuning en begeleiding van jongeren. Het doel van de Stad Antwerpen en VDAB is dus te voorkomen dat jongeren in een neet situatie terechtkomen, ik zie daar een schrijfhoudje, sorry, of blijven, door die potentiële neet te ondersteunen richting een duurzame tewerkstelling of een vervolgopleiding of opleiding via een gericht traject, rekening houdend met de drempels die ze ervaren. En dus onder deze groep van kwetsbare jongeren, vallen die jongeren tussen 17 en 30 jaar, die zich al in een neet situatie bevinden of waarbij het risico bestaat dat ze in een neet situatie terechtkomen. Een duurzame tewerkstelling, wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee dat het een tewerkstelling is met voldoende vastheid van betrekking, die voldoende loon oplevert, die voldoende sociale bescherming biedt, maar waar er ook groei- en leermogelijkheden zijn en waar er ook toegang is tot informatie, overleg en inspraak. Qua duurtijd verwachten we dat het minstens drie maanden continue tewerkstelling is, met een minimale contacttermijn van een week. Um, of een vast contract van bepaalde duur, of minstens zes maanden of onbepaalde duur zijn jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden, en dat gaat over die drempels die ze ervaren. Dat gaat onder andere over het gebrek aan een diploma of juiste attesten, waardoor ze geen aanstelling vinden op de arbeidsmarkt, gebrekkige kennis van Nederland, van het Nederlands, sorry. attitudes of competenties die te ver afliegen van verwachtingen van de werkgevers, enzovoort. Maar dat weten jullie waarschijnlijk zelf ook al wel wat die drempels zijn. Um, maar, en dat is wel belangrijk, ondanks dat die. Trimpels aanwezig zijn, zijn deze jongeren wel echt vaak gemotiveerd en hopen die wel een duurzame job te vinden um, of een, die een perspectief geeft op een betere toekomst. En daarbij willen wij die jongeren ondersteunen. Wat zoeken wij ervoor, of wie zoeken wij ervoor? Wij zoeken een partner die gerichte begeleiding ondersteuning kan bieden bij dit traject aan die jongeren, dus tussen de 17 en de 30 jaar, dat is wel een belangrijke um, afleiding, afleiding, die zich al in een needsituatie bevinden of die het risico lopen om in een net situatie terecht te komen. Waaruit het project dan concreet in, of wat verwachten we dan concreet van jullie? Dat is dat, er een, um, dat de partner een aanbod van trajectbegeleiding gaat uitwerken en implementeren voor deze jongeren, die ik net heb beschreven, um, en in co of in co met VDAB en andere betrokken partners. Met het tool, zoals ook al werd gezegd, om te voorkomen dat ze in een neder situatie blijven of daarin terechtkomen. De periode voor deze projectoproep: de projecten zullen starten of moeten starten op 1 april van dit jaar, dus 1 april 2024, en die lopen tot en met 31 december 2025. De middelen die daarvoor zijn vrijgemaakt door Stad Antwerpen en VDAB voor dit jaar. Dus van 1 april tot het einde van het jaar is dat 198.000 euro. Voor 2025 is dat 297.000 euro. Dus omdat het eerste deel 8 maanden is, het eerste jaar, en het tweede deel een heel jaar of 12 maanden, zit daar een verschil op. Maar dat komt ongeveer overeen als je dat zou laten rekenen. Wat verwachten we dan dat, er, dat er, wat de partners gaan doen? Nog een stukje concreter. Ten eerste het begeleidingsaanbod voor potentiële jongeren, voor potentiële neerjongeren. Het gaat nog eens over die jongeren vanaf 17 jaar tot 30 jaar. En vanaf 17 jaar kunnen dat jongeren zijn die nog in beeld zijn bij scholen, maar waarbij, waarbij het wel al duidelijk is dat ze die school vroegtijdig gaan verlaten. Maar waarbij de school wel alles heeft gedaan om de jongeren op school te houden. Maar waarbij de jongere nog nodig, toch nog begeleiding nodig heeft voor zijn of haar vervolgtrek. Het kunnen ook jongeren zijn die zijn doorstroom naar het tweede-kensonderwijs, in het onderwijs, maar ook daar de onderwijsinstelling voortijdig gaan verlaten of dreigen te verlaten, en ook daar nood hebben aan ondersteuning voor hun toekomstplan, hun vervolgtrek of aan een toekomstperspectief. Er zijn ook jongeren die ondersteuning nodig hebben op het gebied van oriëntering, activering en verkenning, die nog niet weten welke job dat er bij hen past, maar die wel samen een realistisch toekomstplan willen opmaken. En willen kijken naar welke job of welk jobperspectief dat aansluit bij hun, wat er past bij hun competenties en talenten en bij hun interesses. Hierbij is het ook wel belangrijk te worden gekeken van wat vraagt de arbeidsmarkt. Welke competenties worden er verwacht op de arbeidsmarkt voor welke jobs? Het zijn jongeren die die stap naar een reguliere aanbod nog niet hebben kunnen nemen of nog niet hebben genomen um, en die nog een duw in de rug hebben om die, nodig hebben om die stap te kunnen zetten. Voor wie dat die stap momenteel nog te groot is. Een belangrijke nuance is dat deze trekbegeleiding of dit project zich niet richt op jongeren met een multiproblematiek. Deze jongeren die worden doorverwezen naar het lokaal partnerschap een trekt op maat, zodat er ook aan die drempels of die grotere drempels of die meer drempels kan gewerkt worden. Het gaat hier echt meer op deze um, over de jongeren die nog een duwtje nodig hebben in in de rug nodig hebben en die dan vertrokken kunnen zijn. Vanuit de stad en samen met VAB gaan we de focus op de doelgroep nog verder verkennen en die gaan we toelichten bij de startbijeenkomst. Um, voor de partner aan wie dit project wordt gegund. En die zal eind maart plaatsvinden. Dat komt zeker nog aan bod in de timing. De jongeren die worden aangemeld via toeleidende partners. Dat is ook wel heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat we die plaatsgericht of dat jullie gaan outreachen. We gaan die via partners um, de jongeren toeleiden. De jeugdorganisaties zullen zeker een vast jongeren gaan toeleiden. Andere toeleiders, die gaan we nog vaststellen. We um, zijn momenteel bezig met een verkenning vanuit de stad naar welke groepen de meeste ondersteuning nodig hebben en hoe dat die toeleiding zo goed mogelijk kan gebeuren. We gaan er een flow van maken en ook die wordt dan nog toegelicht tijdens de startbijeenkomst voor aanvang van de projecten. En uiteraard wordt dan ook gecommuniceerd naar die verschillende toeleiders. Oké. Okay. Het tweede deel van het project opzet gaat over de trajectbegeleiding. Tra 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 we verwachten dat de partner zorgt voor de of trajectbegeleiding van de jongeren. Dat betekent dat we van de trajectbegeleiders verwachten dat er een traject op maat wordt uitgewerkt, uiteraard in samenspraak met jongeren, met als finaliteit nog eens een duurzame tewerkstelling of een opleiding die die kans op een duurzame tewerkstelling vergroot. Het is dan de taak van de trajectbegeleider om bij te dragen aan het maximaliseren van die slaagkansen, van die tewerkstelling of die opleiding, door het verhogen van de zelfredzaamheid van die jongeren um, en die drempels op het werk te verkleinen, zodat de impact zo klein mogelijk wordt of afwezig is. De trajectbegeleider is daarbij um, de contactpersoon, de ondersteuner, de motivator en de bemiddelaar. We vinden het belangrijk, indien het aanwezig is, dat er wel wordt afgestemd met het netwerk van die jongeren, het netwerk van die jongeren. En dat die zoveel mogelijk worden betrokken in het traject. Daar waar een jongen al in begeleiding is bij andere instanties, zoals OCNW, VDAB of andere partners of andere instanties, verwachten we dat dat traject wel wordt afgestemd met die begeleiders. Zodat er duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden over co-begeleiding en opvolging, zodat de jongen ook niet zomaar verdwijnt na afronding van een traject. Het is heel belangrijk dat wanneer het toekomstplan in het jobsperspectief van een jongere wel duidelijk is, dat er ook wordt toegeleid naar VDAB. En dat er eigenlijk een spoelige kennismaking wordt georganiseerd met een jongere consulent van VDAB, zodat er ook samen een traject naar werk kan uitgestippeld worden. En dan kan er ook bijvoorbeeld gekeken worden van welke mogelijke stages zijn er, welke mogelijke opleidingen bij VDAB zijn er mogelijk. We verwachten daarbij ook dat er een uh, kennis- en informatiedeling gebeurt tussen trekbegeleider en VDAB, of eventuele andere partners, en zodat dat case management zo goed en zo vlot mogelijk verloopt. En daarbij wordt er, of zouden we graag hebben dat er wordt uitgegaan van het principe van warme overdracht, ook hierbij, zodat alles zo vlot mogelijk, of dat de overgang zo vlot mogelijk verloopt, en dat die afstemming tussen die verschillende partijen um, ook zo, zo goed mogelijk gaat om de continuïteit van het traject te verzekeren. Uiteraard gaan we, geen of in, gaan we geen duurtijd plakken op die verschillende trajecten. En ik kan ook niet zeggen hoe intens zo'n traject moet zijn. Dat gaat helemaal afhangen van de noden die een jongere heeft in het begin van het traject. En hoe dat zo'n jongere ontwikkelt doorheen het traject. Alright. Ik zie er dus wel vragen komen binnen uh, in de chat. Blijf je gerust inzetten, we gaan, er, uh, uh, we, we gaan hier wel vlot door. Dus uh, we gaan op tijd einde zeker nog tijd hebben voor die vragen. Oké, okay. wat verwachten we verder nog in het, uh, in het project? Um, we verwachten dat degenen die het project indienen, dat er ook wel een engagement is om intensief te gaan samenwerken met die partners binnen het lokaal partnerschap. En dat er wordt afgestemd met de coördinators van het lokaal partnerschap. En het opzet is daarbij dat er een werking is waarbij de partners elkaar optimaal gaan aanvullen en waarbij het er actief kan worden samengewerkt en doorverwezen. Uh, Um, samenwerking met die toeleidende partners. Ik zit er net al sowieso de jeugdorganisaties, maar ook de andere partners die we nog gaan bepalen. Daar is ook uiteraard de samenwerking um, belangrijk bij. En ook alle andere jongeren, andere jongeren en werkgerelateerde organisaties in Antwerpen. En we streven daarbij naar complementariteit en kruisbestuiving op het vlak van het bereiken en ook het begeleiden van die jongeren, zodat in, uh, we verwachten ook dat die trajectbegeleiders die jongeren in contact gaan brengen met andere vergelijkbare werkingen, zoals bijvoorbeeld transitiecoaches. We verwachten ook dat jullie of diegenen die het project gegund krijgen, dat die eigenlijk data gaan verzamelen over de jongeren of van de jongeren. Um, en data dat gaat over bijvoorbeeld de reden van een aanmelding, maar ook over de ondersteuningsnoden van jongeren. Um, zodat we eigenlijk vanuit de stad nog een beter een beter zicht krijgen op het profiel van een jongeren in de stad, maar dat we ook de focus kunnen gaan bijstellen: zowel de focus van uh, het project als de focus van de stad in de toekomst. En dat we meer kunnen gaan weten wat we nog te doen of dat we beter weten wat we te doen hebben en waar we hebben op uh, in te zetten. Oké. Okay. Um. Het projectvoorstel, waar moet jullie projectvoorstel aan voldoen als jullie een projectvoorstel willen indienen? Ten eerste is het belangrijk dat jullie jullie zelf gaan voorstellen. Jullie organisatie, jullie werking en jullie missie. Jullie kunnen ook een samenwerkingsverband aangaan. Als jullie zeggen we zijn twee organisaties die elkaar vinden en die dit project samen willen doen, dat kan. En dan moet elke organisatie zich ook voorstellen. Missie, visie en werking. Maar het is wel de bedoeling dat dan één organisatie um, de pen neemt. We verwachten dat de indiener um, zijn, project, uh, zijn expertise en relevante ervaring ook wel gaat, um, gaat beargumenteren in zijn projectvoorstel. Hey, welke aantoonbare ervaring of expertise hebben jullie al met het versterken van deze doelgroep? En Daarbij verwachten we ook dat er wel wat relevante referenties of voorbeelden worden gegeven. En de kennis van de actieve deelname um, in het Antwerpse ecosysteem rond jongeren en werk. We verwachten ook de visie van de indiener op het project en dan ook hoe, dat de, um, op hoe dat de doelgroep zal ondersteund worden. Um, de visie op de co-bemiddeling um, met VDAB en andere betrokkenen. Um, en de visie op de samenwerking met relevante derden in belang van de begeleiding van deze jongeren en van deze potentiële jongeren. Nee, jongen, sorry. Ten vierde, en dat is ook wel heel belangrijk uiteraard, verwachten we dat er een plan van aanpak in jullie projectvoorstel zit. En daar verwachten we dat jullie elkaar gaan uiteenzetten hoe dat project zal uitgevoerd worden. Rekening houden met die um, criteria in de oproep. Wat moet daar onder, onder andere in staan? Um, we verwachten dat er wordt geargumenteerd hoe het voorstel beantwoord aan de noden van de doelgroep. We verwachten dat er divisie of innovatieve oplossingen ervoor komen rond begeleiding en doorstroom van deze jongeren richting eh, opleiding, onderwijs, duurzame tewerkstelling. Hoe het aanbod van trajectbegeleiding er zal laten zien. En we verwachten ook dat er verwacht ook um, dat er inclusief verloop, fasering en begeleiding dat dat er ook in komt. En ook het aantal vooropgestelde trekten. Eh, we hebben hier nog niet. Beschreven hoeveel trajecten dat wij verwachten. We laat, maar we vragen wel dat jullie zelf een inschatting maken hoeveel jongeren dat er kunnen bereikt worden of kunnen begeleid worden door de trajectbegeleiders. Um, ja, uiteraard. De aanpak van de trajectbegeleiding op maat, hoe dat die zal verlopen of hoe dat jullie dat zien. En de aanpak van de koopmiddeling of de begeleiding met VAB en andere organisaties. We verwachten ook een financieel plan waarin de personeelskosten, de werkingskosten en de indire indirecte kosten um, worden, worden beschreven of dat daar een, een, een offerte wordt van gemaakt. Okay. Normaal in het e-formulier, als jullie een project willen invoeren en jullie gaan naar het e-formulier, dan gaat er ook een schabloon bij zitten waarbij dat die um, begroting, ik zei net offerte, sorry, begroting um, kan worden ingevuld. We verwachten dat iedereen die een projectvoorstel wilt indienen, dat dat wordt ingediend voor 8 februari. Dat is snel, dat is ongeveer een maand. Um, maar voor de timing van het verloop van het traject en om voor eind 25 te kunnen afronden, was het moeilijk om dat te verlaten. Jullie kunnen hier ook op de link klikken, um, maar die link staat ook normaal in de projectoproepen. Waarbij jullie in het e-formulier inkomen, waarbij het er een aantal invulhokjes of invulvakken zijn. Jullie kunnen dat gebruiken, maar um, het is ook mogelijk dat jullie zelf een eigen schabloon gebruiken of dat jullie zelf een eigen. Um een eigen tekst maken, waarbij al die criteria wel aan bod komen of al die punten aan bod komen. En dat kan, kan dan ook toegevoegd worden en dan hoeven jullie niet het chablon van de stad te gebruiken. We vragen daar wel om te beperken tot maximum 10 pagina's, als we heel veel aanvragen krijgen, wat we uiteraard hopen, veel voorstellen krijgen. Maar er zijn allemaal 40 bladzijden, dan uh, geraken wij daar nooit door. Hier vind je nog eens de link naar alle info. Die staat hier ook nog eens. En um, het e-mailadres, moesten er problemen zijn en de gaat echt over het indienen, dan mag je naar work.antwerpen.be een mailtje sturen. En uiteraard moet je ook altijd mij bellen um, of iets laten weten en dan kan ik ook zien wat er kan gebeuren. Mijn gegevens staan op het einde van de presentatie. Sowieso inhoudelijke vragen kunnen best naar mijn richting uitkomen. Hoe zullen jullie voorstellen dan beoordeeld worden? Het zal beoordeeld worden door een, een jury, met een aantal interne mensen van hier en een aantal externe mensen. Um, dat zal beoordeeld worden op basis van een aantal criteria. En in totaal wordt er gescoord op een totaal van, op 50 punten. Er wordt gekeken naar de ervaring en expertise van de indiener, over het be, of in het begeleiden van die jongeren tussen 17 en 30 jaar, kwetsbare jongeren, in een traject naar opleiding of de werkstelling. Er wordt gekeken naar de algemene visie op het project. En in welke mate dat die visie aanslaat op de visie van de stad van de stad Antwerpen. Er wordt gekeken naar de mate waarin uw project inzet op een complementair aanbod en hoe dat die, um, en op de voorstelde samenwerking met, um, met VDAB en andere betrokken partners op vlak van trekbegeleiding, case management en co-begeleiding. Uiteraard wordt gekeken naar het plan van aanpak. En de criteria die ik er net ook aanhaalde: de innovatieve aanpak, de haalbaarheid, de volledigheid. En ook de vooropgestelde um, resultaten en op welke termijn dat dat gerealiseerd kan worden of zou moeten worden. En dan nog eens het financieel plan. Hier rechter staan de punten, dus expertise en ervaring, 10 punten, visie 5 punten, samenwerking ook 10 punten. Plan van aanpak 15, dat is de, uh, het zwaartepunt. En het financieel plan ook wel heel belangrijk, 10 punten. In totaal komen we dan op, uh, op 50 punten. Hoe zal er gekeken worden naar de verantwoording tijdens het verloop of tijdens de loop van het project? Met eh, degene die het project gegund krijgt, wat verwachten dat die qua verantwoording gaat doen naar ons. Uh, het is een inspanning in een resultaatverbindenis, die geëvalueerd wordt op basis van een inhoudelijke en een financiële reportage. Uh, in het projectvoorstel wordt dan nog iets meer gedetailleerd benoemd en beschreven, maar het gaat onder andere over het aantal aangemelde jongeren bij de trajectbegeleiders, het aantal jongeren waar ook een traject wordt mee opgestart, het aantal jongeren waarmee een traject wordt opgestart naar opleiding of de werkstelling, de kwalitatieve data die verzameld worden en uiteraard ook het evaluatieverslag van de indiener waar onder andere de resultaten in maar ook de leerpunten in de beleids in een beleidsaanbeveling, ook heel belangrijk. We dat er ook op het einde een aanbeveling instond van wat heeft de stad volgens jullie nu, na nou wat jullie hier gezien of geleerd hebben, te doen met deze jongeren of waar moet er echt op ingezet worden. Tijdens het project wordt er minimaal een drie maandelijks overleg gepland met VDAB in de stad over de voortgang van het project. Bij de start van het project wordt er nog bekeken okay, welke resultaten we verwachten, welke tussentijdse mijlpalen kunnen we bepalen. Um, en die zullen minimaal één keer tussentijds en eenmaal tijdens de eindrapportering besproken worden. Een worden wordt jullie ook um, bezorgd. Dat hoeven jullie niet allemaal zelf te verzinnen. Daar bezorgen jullie ook als, uh, project of voor het project start. En uiteraard verwacht ook een, uh, een financieel eindverslag met overzicht van de kosten, um, die dan worden vergeleken met de kosten of de ramingen in de begroting. De timing. Um, belangrijk denk ik. Dus vanaf 8 januari is deze gepubliceerd en die loopt tot en met 8 februari. Dus 8 februari wordt de indiening um, afgesloten. Dan op 15 februari gaat de jury bekijken welke projecten er geselecteerd worden. Is um, wat ik zei, ik, zal, ik heb het hier nog eens genoteerd: um, een er zijn uh, twee vertegenwoordigers vanuit onze afdeling, dus OS Werk. En uh, minstens één interne of externe inhoudelijk expert. Um, dat er In dit geval er, als ik me niet vergis, drie zijn. Um, op 27 februari krijgen dan degenen degene die een projectvoorstel hebben gedaan en die geselecteerd zijn, um, de mogelijkheid om hun project toe te lichten via een mondelinge pitch. Hoe dat die mondelinge pitch er moet uitzien, wordt dan ook meegegeven. Dus dan worden die criteria ook uh, bepaald. En dat krijgen jullie ook dan in de week van, um, even aan het kijken, in de week van 15 februari. jullie ook te weten. Zullen jullie nog uh, voldoende tijd om dat voor te bereiden? Dan um, in maart, eind maart, gaat het college beslissen um, of die, of die um, ondersteuning wordt goedgekeurd. En in de week van 25 maart laten we weten aan, de, um, aan degene die het project krijgt gegund: of het, dat het project is uh, goedgekeurd. Dus eind maart weten jullie wie dit. Uh, Project mag uitvoeren en dan ook in die week wordt dan de eerste startbijeenkomst met de projectuitvoerder gepland. Om dan vanaf 1 april aan de slag te gaan um, tot en met 31 december. De tussentijdse evaluatie zal dan gepland worden in augustus 2024 en juli 2025. Hier staan ook nog eens um, de verschillende datum van de tussentijdse evaluaties. Um, maar dat zijn vooral belangrijke datums, denk ik, voor degene die het project gegund krijgt. En die kunnen dan ook nog besproken worden. En die staan ook beschreven in het, um, in het projectvoorstel. Voilà. Um, we zijn er door voorbij het inhoudelijke. Het was een, um, een korte weergave wat er in, in het projectoproep staat. Um, Jullie kunnen allemaal nog nalezen in het projectoproep. De project, zoals ik al gezegd, zal de PowerPoint ook worden doorgestuurd samen met de opname. Um, hier zien jullie nog eens mijn gegevens. Dus bel mij gerust op, stuur mij een mailtje. Moest er nog iets onduidelijk zijn? moest jullie nog vragen hebben? Um, en dan proberen we die te beantwoorden. Ik ga nu het woord aan uh, Marije geven om even te kijken welke vragen er al in de chat zijn gesteld. Als er nadien nog vragen zijn, maken we er ook nog, uh, nog tijd voor. Oké, okay, dankjewel, um, Bavo. Um, er zijn right. een aantal uh, vragen gesteld, um, in ieder geval door Thomas. De eerste vraag is, is er een focus op een specifiek uh, werkingsgebied? Um, nee, wij vragen in het voorstel geen focus op een specifiek werkgebied, uh, want we, uh, de, de, we bepalen nog de toeleiders wie de jongeren gaan aanmelden bij de trajectbegeleiders. Uh, dus we gaan nog helemaal bepalen, ook uh, um, naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het lokaal partnerschap, waar de focus daar wordt gelegd, waar wij uh, aangeven van waar, uh, welke toeleiders kunnen de jongeren aanmelden, uh, in welk werkingsgebied zullen de toeleiders aan het werk zijn, ook hoe de jongeren worden uh, toegeleid um, naar de trajectbegeleiders. Dus wij vragen niet aan jullie om daar zelf... Een voorstel in te doen. Dat gaan we tijdens de startbijeenkomst gaan we dat toelichten. Maar je mag natuurlijk altijd een eigen voorstel doen op basis van jullie kennis en ervaring. Als je denkt dat er in een bepaald gebied. dat je daar impact kan realiseren. mag je ons altijd een voorstel doen. Dan kunnen we daar ook naar kijken. En eventueel horen we dat dan tijdens de pitch. En dan kunnen we dat meenemen in onze verkenning. Die we nog gaan doen. En dan tijdens de startbijeenkomst in de week van maart gaan we dat dan verder aan jullie toelichten. Dan is er nog een vraag over de aanmeldingen door de doelgroep zelf. Of toeleiding vanuit het professioneel netwerk. Dus wat we eigenlijk al hebben aangegeven, is dat de toeleiding in eerste instantie sowieso via toeleiders, die we nog gaan bepalen, dat die bij de trajectbegeleiders worden aangemeld, de jongeren. Dus vanuit de doelgroep in principe niet zelf. Maar ook afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het lokaal partnerschap... gaan we eind 2024 bepalen of de focus voor het jaar daarop... of die misschien eventueel veranderd moet worden of niet. Maar in eerste instantie um, ja, gaan we uit dat toeleiders de jongeren aanmelden. Dus het komt vanuit een professioneel netwerk. Um, streefcijfers en bereikcijfers. Um, had Bavo al aangegeven dat we dat niet vragen... Jullie geven op voorhand, jullie geven zelf in jullie projectvoorstel aan uh, wat jullie denken dat haalbaar is en realistisch is voor jullie trajectbegeleiders. Hoeveel jongeren dat je kan uh, begeleiden? Um, even kijken, veel. Eén project uitvoeren gezocht of meerdere mogelijk. Um, het is mogelijk om als samenwerkingsverband in te dienen. Uh, dus dat meerdere partners um, binnen, een, een project, uh, binnen dit project aan de slag gaan. Maar dat betekent wel dat er één uh, iemand is vanuit dat samenwerkingsverband die het project indient. En we streven er ook naar dat er één um, uitvoerder is of één samenwerkingsverband die dit uh, voor de, de looptijd van de, uh, van de projectperiode verder gaat uh, uitvoeren. Um, Delphine vraagt, kun je de doelgroep iets helderder omschrijven en verschil met doelgroep voor lokaal partnerschap? Um, het uh, het vers grote verschil is dat het lokaal partnerschap, eh, of de partners in het lokaal partnerschap, die richten zich vooral uh, op, op de doelgroep als we het hebben over de jongeren met uh, uh, multiproblematiek. En daarin zit het verschil ook vooral bij deze jongeren, de neetjongeren of de potentiële neetjongeren, dat er niet direct sprake is van multiproblematiek, dus problematiek op meerdere levensdomeinen, maar dat die vooral een zetje in de rug nodig hebben uh, om ze te begeleiden naar werk of opleiding. Um, maar zoals gezegd, we gaan nog bekijken, ook samen met de, 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 de coördinator van het lokaal partnerschap, waar we die focus op gaan leggen qua, qua doelgroep. Uh, dus uh, jouw volgende vraag is, kan er een focus zijn op een specifieke doelgroep? Dat gaan wij in eerste instantie samen met de VDAB de komende maanden nog verkennen. Mocht je zelf op basis van jouw eigen ervaring en kennis denken... dat, dat, je, vooral, dat je je vooral wil gaan richten op een bepaalde doelgroep... dan is dat een voorstel naar ons, dan kunnen we daarna kijken. Maar in principe gaan wij zelf in eerste instantie bepalen... Welke trajectbegeleiders de jongeren kunnen aanmelden en bepalen wij uh, de focus voor de, de doelgroep? Um, wat werd er beschouwd als duurzame tewerkstelling? Is het mogelijk om dit te herhalen, AUB? Dan geef ik jou even het woord, uh, Bavo. Um ja, ik wil even herhalen. Is dat ook in, zeker in het project oproep staat dat ook vrij duidelijk omschreven. We, doel, we do, bedoelen daarmee sorry, een voldoende vest van betrekking, die voldoende verloning oplevert om een menswaardig leven te garanderen, voldoende sociale bescherming biedt, voldoende groei- en leermogelijkheden, met voldoende toegang tot informatie, overleg en inspraak. In qua duurtijd verwacht het er minstens drie maanden continue tewerkstelling is. Met minimale contracten van steeds een week, dus niet meer altijd kleine dagcontracten. Of met een contract van bepaalde duur, dan duurt het minstens zes maanden, of van onbepaalde duur. Oké, okay, dankjewel. Um, en de laatste vraag, uh, specifieke aandacht voor dames. Wij vragen dat niet per se om daar specifieke aandacht aan te geven, maar op het moment dat je uh, in je voorstel aangeeft dat je denkt dat dat nodig is... Dan uh, kun je dat gerust aangeven. Wij vragen op voorhand niet uh, dat er een specifieke aandacht voor een bepaalde doelgroep of voor uh, jongens, of, of meisjes, of dames of heren komt. Dat waren de vragen in de chat. Ik weet niet of er nog uh, op dit moment nog andere uh, vragen zijn. Of dat alles hiermee ook duidelijk uh, is. Um. Ah. Komen er afspraken omtrent meewerken tijdens het traject? De rechten en plichten van de jongeren? Uh, Mohamed, zou je kunnen toelichten wat je daar precies onder verstaat? misschien? Ja, dat bedo uh, wat bedoel ik hiermee? Uh, ja, dat zijn afspraken waar dat bijvoorbeeld leerlingen niet komen opdagen of afwezigheden te laat. O, o, of ligt aan ons? Kunnen wij ik dat hoor, in ons... uh... Ik oh, Sorry. Ik, ik heb u wel verstaan, oh, Mohamed. Um, okay. okay. Dat gaat inderdaad bij jullie liggen. Um, We verwachten dat jullie, of dat jullie trajectbegeleiders, daar eigenlijk afspraken mee gaan maken. En dat, ook, dat mag ook in het projectvoorstel staan, hoe jullie daarmee okay. omgaan weet dat dat een oh. lastige is. Um, ja. Maar dat iedere organisatie er ook zijn eigen ja. werking over heeft en zijn eigen manier om mee omgaan. Dus daar liggen we echt bij jullie als organisatie en de trajectbegeleiders trekbegeleiders. Um, Mee bepalen. Uiteraard denk je het beste is dat er op voorhand wel al een visie over is of een idee van hoe gaan wij om met jongeren die we moeilijk kunnen bereiken. Hoe gaan we die wel proberen te bereiken? Wat doen we als we die toch echt ja. langdurig niet komen opdagen? Want het is natuurlijk in het profiel van die netjongeren, zijn het net die jongeren die we moeilijk kunnen bereiken, uh, die we hier wel willen te pakken krijgen en willen ondersteunen. Ja. Is dat voldoende ja. antwoord op uw vraag? Yes, perfect. Ja, okay. Dankjewel van Yes. Oké, okay, zijn de vragen die in het chat zijn gesteld uh, ook voldoende beantwoord? Als ik niks hoor, ga ik ervan uit dat dat uh, het geval is. Uh, de toeleiding werd voorzien door de partners. Ja, klopt. Eh, dus wij bepalen inderdaad welke partners de jongeren gaan toeleiden. Hoe die toeleiding eruit gaat zien, daar stellen we nog een flow voor op. En ook de communicatie. Naar die partners gaan we uiteindelijk met de gegunde partner vanaf april. Gaan we die communicatie ook zelf verzorgen. Zodat jullie ook kunnen aangeven wie hun contactpersoon is, bij wie ze kunnen aanmelden, et cetera. En ook met die partners gaan we uiteraard dat wel. Want je had daar die het vraag een beetje op ga ook al. Um... We proberen het gesprek aan te gaan van, ja, sorry dat uw jongeren al voldoende geïnformeerd zijn. En ik probeert je ook op een of andere manier te motiveren, ondersteunen, om zeker wel richting die trajectbegeleiders te gaan. Um, maar het gaat dan vooral dan van, wat als ze zijn um, toegeleid en ze komen dan niet bij de trajectbegeleiders, hoe gaat hij als trajectbegeleider daarmee om, denk ik. Oké, okay. zijn er nog... Andere vragen? Jullie mogen ze ook altijd uh, via de mail nog doorgeven aan. Uh, aan Bavo. Uh, we gaan al deze vragen ook verzamelen in een vak. We zetten de antwoorden daar ook bij. Die zetten we uh, in de link waar ook de, um, de. informatie over de oproep staat. Volgende week maandag versturen we zowel de opname. als ook de link naar de vak naar iedereen toe die in de mailinglijst staat of die hun mailadres uh, hier hebben achtergelaten, zodat je het op die manier ook altijd nog uh, rustig kan nalezen. Mocht je daarna alsnog nog vragen hebben, dan kunnen jullie altijd nog mailen. Dus als er voor nu verder geen andere vragen meer zijn. Ik zie Thomas nog een handje opsteken of ze misschien misschien. Oh, excuus. Nee, 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 nee. Nee, het helemaal dadelijk was normaal gesproken. dank je. dank je wel. denk ik wel. Oh, gelukkig. oké, okay. dan denk ik dat we voor nu deze infosessie kunnen afsluiten en uh, we bezorgen jullie alle info nog uh, volgende week. dank jullie wel uh, voor jullie aanwezigheid. Dankjewel iedereen. fijn weekend. Dankjewel.